En dan sta je op het punt om naar Nederland te gaan. En dan raakt de moederkat gewoon aan de achterpoot. Dus tot diep in de nacht bezig. Ja? Nou. Tot diep in de nacht bezig geweest. En uiteindelijk ging ze naar boven. Vanmorgen toch op ruimte weer losgelaten. En toen was ze weg. Een hele tijd is ze weg geweest. En de kist raakte helemaal in paniek. Hey, ja? Kijk welke voetdraad je nodig hebt. Ja, dus Paul die gaat nu proberen ze onder de vloer vandaan te halen. Waarschijnlijk door gaten te zagen of iets dergelijks. Of hij heeft een schroevendraaier nodig, zegt hij. Joh. Ik ga even kijken. Ze blijken in ieder geval een schaaltje melk leeg gedronken te hebben. Kattenmelk. We zijn minimaal met z'n vieren. Tenminste, Paul zag het, dit is net minimaal vier. We kregen in ieder geval net te horen dat we eventueel ook nat voor u kunnen geven. Maar goed, ik ben heel blij dat Blackie op ruimte weer terug was. Ze heeft zelf ook in ieder geval wat gegeten, maar ging daarna weer naar buiten. Die zit hier nou om de hoek ergens waarschijnlijk nog steeds. Ja, even handschoenen brengen, dit vroeg Paul. Ja. Het is een rotzooitje hier, dat klopt. Ik leg ze op die gereedschapsbox hier. Oké. Kijk hoor, die is ziekenwezen. Excuus, dat is mijn arm. Ja? Die eerste schat. Ja. Een zwarte? Hè? Een zwarte of niet? Een zwarte. Oké. En Paul die zag vanmorgen al een fluffje grijze, dacht hij. Maar dat weet hij niet zeker. Terwijl de moeder kortharig en zwart is, maar... Okay. Ik weet het niet. Het zou kunnen. Maar die is helemaal versuft. Ah. Nog misschien. Ah, oh, zijn dat de kleine droppies. Ja. Ja.